ben gek als een deur, dat weet ik. Ik heb het vanochtend nog 7:30 zien worden. Je hebt met dag en mij. Dag en mij. Vrienden, ja, het is vandaag vrijdag 29 januari en we leven om 11 minuten over 2. Astrid die is al druk bezig, ik hoorde haar de trap vegen, want dat doet ze met het stoffen blikkie. Moet zij weten, ja, de ene doet met de stofzuiger, de ander doet met een doekje, de ander doet het daarmee. Ja, iedereen doet het anders, maar welkom bij een gloednieuwe vlog van Corina en de Beestenboel. Ja, ik ben gek als een deur, dat weet ik. Ik heb het vanochtend nog 7:30 zien worden. Ja, en dan even goed als ware voor mij doen er op tijd uit, omdat Astrid kwam. En die is er dus. Voor die tijd geprobeerd met die honden eruit. Op het bord staat 13:45, stond erop, want ze heeft het veranderd. Dus ik nam aan 2:15. Nee, ik was om 2:30 al in, maar ik was, nou, ik geloof 3 minuten over 2:30 weer terug. Dus ze hebben misschien maar 3 minuten gewacht. Is niet erg, moet kunnen. Ik ben weer druk ook bezig met de boel hier aan de kant. Ik heb de pan omgevoerd. Ik ben bezig om dat allemaal in de vaatwasser te krijgen. Dus ja, we zullen het beleven. Nou zit ik vast aan wat anders, zo. Dat was dit ding, daar zit ik even aan vast. Moet ook kunnen. Dus ja, komt allemaal goed, zou ik zo zeggen. Ja toch? Rijka die ligt op de bank. Elwin die ligt hier onder de stoel van de eethoek. Maar ja, jullie zitten nou aan een snoer, dus ik kan niks beginnen. Nee. Dus ja, dan moet ik jullie eruit halen en dan moet ik jullie in de andere statief doen en dan gaat het weer wel. Maar het komt allemaal wel goed. Ik zou zeggen, lieve vrienden, hou vol goede moed. Hier is het grijs, grauw en triest weer. Het is wel droog. En daar zei er eentje Piep, dat was Rijka. Ja, dus ja, je moet zelf het zonnetje zijn. Ja, dus ik zou zeggen, tot straks en geniet van alles. Doei! Ja, lieve vrienden, en het wordt alweer lekker aardig donker. Waar is mijn knopje nou gebleven? Dan moet ik op plusje drukken. Zo, nou, dat is een beetje te fel ook weer, hè? En een ander kleurtje. Blauw? Nee. Nee. Nee, ik blijf toch bij deze, ja. Dan gaan we zomaar zitten. Hé, kerel. Ja, nou, ik ben met iets moois bezig voor jullie. Ja, ik kan er niks aan doen dat mijn bril schittert. Nee. Maar in ieder geval, ik ben met wat moois bezig, speciaal voor jullie. Ja. En, nou ja, dan moet ik even nog wat bijmaken. En ik zeg lekker niet wat ik niet, ik zeg lekker niet wat ik niet doe. Maar in ieder geval, en ook ben ik bezig om te sparen voor Valentijn. Die komt dan met Valentijn zelf online. Ja, maar dat komt allemaal nog. En ik moet ook nog voor de groep, want 1 februari, 's nachts om 12 uur, moet ik weer een zilveren award klaar hebben. Voor een speciaal iemand die dat verdient in de 50 plus. Ja, dus dat komt helemaal goed. Ook ga ik nu nog 1 naam noemen. Doen we niet. Nee. En dan willen er 2 naar buiten, denk ik. Ook dat nog eens een keer. Hé, kerel. Ja, nou. Hé, zeg maar dag allemaal. Dag allemaal. Lekker ding. Maar in ieder geval, ja, ik had nog maar 1 keer gefilmd vanmiddag. En ik denk, oh jee, ik vergeet het bijna weer. Want dan ben je zo intens bezig met het anders. En dan vergeet je zoiets weer. Maar daar kan ik ook niks aan doen. Nee. Dat gaat nou eenmaal zo. Ja. Hé, hey, daar hebben we een andere meisje. Kom eens. Rijka, kom eens kijken. Kom eens kijken dan.
Rijka. Boefie. Je bent een boefie. Kom daar. Oei. Ah, Elwin, die komt wel. Nee, we gaan niet pootjes bijten. Nee, wil ze niet. Daarom gaat ze onder die stoel leggen, hè? Dan kan je er niet bij. Ja. Kan ze er niet bij. Elwin, kom maar, schat. Ah, kom maar, schat. Hé? Jij. Doet ze gemeen, hè? Ja. Kom lekker bij me. Hé? Grote meid, hè? Ja. Is zij zo groot als mij dan? Ja, hè? Elwin. Elwin. Hé. Kijk, kijk. Hallo. Oh, boefie. Rijken die zit nou op de bank. Oh, god. Maar oké, lieve vrienden, ik ga proberen verder het voor jullie in orde te maken. Want die vlog komt vandaag nog naar YouTube toe. Ja. Anders loop ik weer op achter. En ik moet deze moet ik nodig leeg halen. Anders kan ik niet verder. Nee. Zo dan. Gaan we weer. Dus ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet verder van jullie namiddag. Het is 6:05. Geniet er nog van, neem nog een bakje koffie of een bakje thee voordat je eten gaat. Of iets anders, het is maar wat je gewend bent. En ik zou zeggen, tot straks. Doei!